Deze nieuwsuitzending, die kan je makkelijk luisteren voordat je gaat slapen. Er komt niet een wild eindmuziekje of zo. Ik zal mijn stem een beetje in bedwang houden. Onder deze uitzending staan een aantal links en die staan er niet toevallig. Dat is een tekstbestand wat ik door de maanden heen heb uitgebreid. Ik heb erg lang nagedacht over die links. Er staat geen onzin tussen. Al die links zijn de moeite waard. Oh ja, ga een keertje schaken. Kan geen kwaad. Jo, maar dan moet ik een schaakboord kopen. Nee joh, dat hoeft helemaal niet. Op lichess.org. Dan kan je oefeningetjes doen. Dat zijn puzzels. Je kan tegen de computer spelen. Dat is ook leuk. En je kan tegen echte mensen spelen. Dat is ook leuk. Naar partijtjes van 1 minuut of 2 minuten plus 1 seconde per set. Of 3 minuten, nou ja. 5 minuten plus 3 seconden per set, dat speel ik. 2 plus 1 speel ik ook. En een 15 plus 15. Bij 15 plus 15 ben ik 15 minuten en 15 seconden per set. Ben ik het beste. Vergeleken met de rest. Heb ik een ELO rating of een rating. Gewoon tegen de 1400 aan of zo. 13 huppeltje. Mijn vriend Dirk die zit tegen de 1500 aan of erboven. Dat is een mooi streven voor mij. Net over die linkjes. Dus er maar eentje. Die rest moet je ook even kijken. Nou, waar ik het over wil hebben is artikel 31. Ken je dat? Oh, is dat een artikel van een wetboek? Ja, zoiets. Zoiets. Nou, het is de naam van een protestantse beweging. En die is begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Gesticht in die tijd. Het is een onderdeel van gestreng gereformeerd of zo. En ik wist er wel van. Ja, ik gaf er niet zoveel om. Ja, als die mensen dat willen doen, denk ik, ja, nu zelf. Al die meiden, jonge vrouwen, oudere vrouwen, dat loopt allemaal goed ingepakt over straat. Die bevolkingsgroep of religieuze groep, die heeft geen boerka gebod nodig. Waarom? Die meisjes lopen zedig over straat. Gewoon lange rok tot op de enkels. Stevige kousen. Schoenen met platte zolen. En in de kerk heb je een hoofddoekje op of een hoedje. Ja, staat in de Bijbel. Tijdens de Ecclesias dragen de vrouwen een hoedje of een hoofddoek. Nou, er staat zoiets tijdens de Ecclesias, de gemeente. De vergadering bedekken de vrouwen hun haardos. Ja, daar zit wat in. Ja, punt 1. In zo'n kerk, zo'n artikel 31 kerk, want daar ben ik ook binnen geweest. Een dienst bij gewoon. Erg aangenaam. Dat is hartstikke koud, man. Je bent al lang blij dat je een hoedje op je hoofd mag hebben. Je zat dan maar zitten in je minirok. En je hoge hakken aan met die open gaten in je schoenen. Dat iedere man kan zien hoe mooi je voeten eruit zien, hoor. Nee, dat doe je aan naar Zandvoort aan Zee, snap je. En niet naar een dienst van de artikel 31. Die mensen zijn heel sceptisch over zaken zoals verzekeren.
en vaccinatie. Ik wil niet zeggen dat ze dat allemaal niet doen. Maar ze zijn er kritisch op. Hoor. Het kan zijn hè, dat als jij een bedrijfsplan hebt, dat jouw bank zegt, ja, dat is best, maar dan wil ik wel dat er een verzekering wordt afgesloten voor het geval dat fout gaat. Waarmee de bank bedoelt, van ja, als het fout gaat, dan willen wij niet de enige partij zijn die onderuit gaat, financieel gesproken. Het kan zijn dat een bank zegt, van, nou, je kan zoveel krediet krijgen, maar dan moet je een verzekering afsluiten op. Huppe. Maar dat lijkt mij niks meer aan de hand. Maar een brandverzekering voor jezelf. Een diefstalverzekering. Waarom? Daar klopt iets niet aan. Er is ook wel zo'n uitspraak geweest van een crimineel. Van ja, het maakt niet uit wat ik steel. Want iedereen is verzekerd. Dus ik neem die spullen mee en die mensen die krijgen het toch weer terug. Dus nou ja. Dus ik ben geen immorele dief hoor. Ik steel alleen maar van mensen die verzekerd zijn voor diefstal. Een vaccinatie, hetzelfde verhaal. De positieve gevolgen van vaccinatie zijn niet bekend. Allerlei kwade tongen zeggen dat er helemaal geen positieve gevolgen zijn. Nee, er zijn negatieve gevolgen van vaccineren. Punt 1, het kost een hoop geld. Punt 2, je moet met je kind huppeltje puppen. Al een hoop tijd dan. En in vaccins zitten thimerosal, thiomerosal op zijn Engels. Thimerosal op zijn Nederlands. Als organisch kwik. Organisch kwik is uitermate toxisch. En die artikel 31 mensen, of streng gereformeerden of streng protestanten, die zijn zo gek niet. In hun keuzes, in het leven. Niet allemaal natuurlijk. Dat is een mooi protestant geloof. Erg blij dat ik bij die dienst was. Het was een rouwdienst van mijn... Kijk hoor, dat was de vader van mijn schoonmoeder. Oude opa. Was het bijna. Dat was een artikel 31 fan. Harde werk. Ja, de grote bonk van een kerel. En hij was op het laatst, was hij directeur van een veevoederfabriek. Toen ging hij met pensioen en, ja, en toen kreeg hij gezondheidsklachten. En ik heb hem leren kennen toen hij al met pensioen was. Dacht ik, of hij werkte nog part-time als directeur. Hij reed een Mercedes. Maar een beschaafde Mercedes. Niet een 700 SEC of zo. Maar gewoon zijn Mercedes. Een directeurs Mercedes. Nou, ik heb ook een Mercedes gereden. Tweedehandsje. Maar die man mag voor mij een, wat had hij nou? 200 serie of zo. En die was dood. Die man die mocht mij wel. In ieder geval, hij keek altijd met vrolijke oogjes. Maar het was altijd tijdens verjaardagen of zo dat ik hem zag. En dan spreek je elkaar verder niet zo. Een guitige vent. Ja, die ging dood. Toen kwam er een uitvaartdienst. Hij ligt begraven langs de A12 in de buurt van Woerden.
Als je vanuit Utrecht naar Amsterdam, vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt. En op een bepaald moment heb je aan de linkerhand een begraafplaats. Een kleintje. Het begon dus allemaal in dat kerkje. En dat lijk was daar niet, hoor. Geen lijken in de kerk. Nee, waarom? En in dienst, man. Er zat er één ouderling, een elder op zijn hand, één ouderling. Die zat dan achter het podium, gewoon heel bescheiden op een bankje. En die andere man die besteeg de kansel en die begint me daar op het eiken te schelden. Geweldig. Wat denken jullie dat jullie hier doen? Een beetje komen rouwen om een dode. Dus ik kijk naar je eigen man. Je kan wel zeggen van oh wat erg dat oude opa dood is. Maar hoe zit het met jou? Ben jij nog in leven? Of ja, knock knock, who is there? Ik denk, dat meen je niet. Genieten, man. Zo, een mooie dienst was dat. Dan was hij helemaal uitgerend met die scheldpartij op ons. En als je nu niet Christus Jezus in je hart sluit, ben je een mooie de bok. Goed begrepen. Een beetje lopen janken over een dooie. Ga er weg. Zei hij nou ook nog? Hij zei ook nog van, ja, ga ervan uit. Dat je bent nu hier, hè? Toch? Zei hij tegen de gemeente, de familie. Dus. Ja, je bent nu hier. En je denkt dat dat toevallig is. Ja, er is iemand dood en dan kom ik je maar naartoe. En dan zei hij, nee, stel ik je homo's. Niks wat er gebeurt is toevallig. Ben jij hem af? Het is allemaal een groter plan. En toen, ja, wop. Nou, dat was voorbij. Adembenemend, hoor. En er zat zo'n nicht van de moeder van mijn kind. Die zat naast mij met zo'n keurige artikel 31 jurk aan. Tot aan of joh, rok, tot op haar knieën. Een schoen en mijn platte zolen. Lekker is aangekleed. Iets van een hoofddoek of een hoedje. Maar dat maakt me niet uit. Ik zelf ook een pet. Dus ja, ik zal een beetje raar vinden als mensen niet met mij willen praten omdat ik een pet op heb. Maar nou, dan mag zo'n meisje toch een hoedje. En die preek ging lekker door en toen word ik zo aangetikt door haar. Even zo'n rolletje pepermunt. Wil je een pepermuntje? Ik zou graag. Lekker zuigen op pepermuntje. En even later van, wil je nog een pepermuntje? Ik zou graag. We hebben twee pepermuntjes gehad. Hoe heet dat? Een schoon nicht. En toen gingen we naar een gemeenschapsgebouw. Voor de lunch. Nou, die lunch was eenvoudig doch beschaafd. Witbrood en bruinbrood. Kaas. Servelaat. Ham. En zoetigheid voor op de boterhammen. En dan melk, thee en koffie. En, ja, water natuurlijk, voor wie wil. Dat was het. En meer heb je ook niet nodig voor een lunch, hoor. Geen gebak geeft of zo. En toen naar de begraafplaats. Winderig dat het was, man. En die A12 zo. Het was wel koud. Prachtig, die levenshouding, die mag ik heel erg graag. Krishnamurti, die heeft dan gezegd, volgens Facebook, het zal wel kloppen. Iedere vorm van religie is een vorm van geweld.
Ja, als de christen niet moet hier. Want als jij zegt dat je nou, bijvoorbeeld protestants bent, dan ben je niet met die anderen. Je zet een barrière tussen jezelf en andere mensen. Ja, inderdaad. Maar christenen moet je kennen de Bijbel niet. Tenminste, ik weet er niks van. Ik heb hier de biografie van hem geschreven door Yahya Kar. Er staat niks in dat Krishnamurti ooit een kritisch woord heeft laten luiden over Numeri 31. En dan artikel 31, mensen, dat staat voor een consensuele moraal. Wat ik ook mooi vind aan artikel 31, waar ik dan wel zeg, dat er is geen hiërarchie. Je hebt mensen, mannen, en die zijn bereid om wel even een begrafenisdienstje te draaien. En iedereen vooral te schelden. Waarom niet? En ze zullen heus wel bijbelavonden houden onder leiding van Gerard van der Noorder. Het heet eigenlijk, de officiële term is, dacht ik toch, ja, priesterschap heet dat. Ja, iemand neemt het voortouw. En daar heet het ook niet een priester, maar een voorganger. Erg beleefd. Voorganger moeten, ja, zich netjes gedragen, die kan niet neuken buiten de deur, die had zich aan de 10 geboden van allemaal, dus alle 10 en de rest. Hij ziet er niet uit als een dakloze, een beetje fatsoenlijk pak aan. Niet in je spijkerbroek en een slobbertrui, hallo allemaal. Moet een beetje uitzien. Maar niet zoals bij de katholieke kerk, want die dure jurken eroverheen. Dat kost alleen maar geld. Koopt een pak bij de pakkenknaller. En je vrouw strijkt je overhemd. Nou, gepoetste schoenen. Hup, dan ga je, ja, dan ben jij de voorganger. Maar dat vind ik perfect hoor. En toen het kadaver, dat lijk, in die kuil lag, dan was het feest voorbij. Nou, dan zijn we klaar mee. Als ik dat vergelijk met die andere begrafenissen die ik heb meegemaakt, dan was het officieel. Westgaarde, dat is een begraafplaats in Amsterdam. Daar ben ik 2, 3, 4 keer geweest. Ja, dat vind ik een soort lopende band, ja, een crematorische toestand. Wat droevig hoor. En dan kom je aan bij Westgaarde. En dan staat er dan van die rekken. Dan moet je je jas aanhangen. En dan ga je de koffiekamer in. En dan loop je door, allemaal heel kunstmatig, met grote glaspartijen en waterpartijen, leuke planten en zo. Het is wel een mooi gebouw, het is niet slecht gemaakt of zo. Nou, dan kom je in een zaaltje waar dan de grote happening gaat plaatsvinden. En daar ligt de kist klaar om naar beneden te gaan. En als dan de Burn Baby Burn Disco Inferno gaat beginnen, dan staat iedereen op. Met een Ave Maria op de achtergrond. En dan kom je uit in een kamer en dan kan je ook nog een keer. Oh, dan krijg je ook broodjes of zo. Dat is een andere ruimte. En dan, ja, heel vreemd, die kapstokken,
die staan dan in die andere ruimte. Ja, want er zitten wieltjes onder. Want in de tijd dat dan het gezelschap zeg maar, zit te kijken naar elkaar en dan toespraken hoort en luisteren naar de meest favoriete muziekjes, en dan wordt die kapstok naar die andere kamer gereden. En dan die lege kapstok van die andere kamer, want ze draaien daar, ik weet niet hoeveel kamaties per dag. Wel een beetje doorlopen, mensen, anders gaat het schema in de war. En die artikel 31 jokers, die lekker relax, gewoon kerkdienst hier. Ja, die kerk is toch leeg, dus oh, geen probleem. Nou, die man heeft er echt zin in, aan die ouderling, oh, die uit het achter zit, die kwam tijdens de lunch. Even voorlezen, hij heeft iets gedaan uit het Nieuwe Testament. Ik weet niet meer welke tekst hoor, maar ik vond een goede tekst. Ik kende hem wel. Het was altijd leuk als iemand erbij stilstaat. Kijk, je gaat niet voorlezen uit The Lord of the Rings. Hè? Van J.R. Tolkien. Wat een suf boek is dat, zeg. Maar de Bijbel heeft daar geen last van. De Bijbel is al... De laatste hand werd eraan gelegd in de jaren 100. Dat is ook alweer 2000 jaar geleden. Of afgerond ongeveer. En toen is die Bijbel de hele tijd in de mist verdwenen. Met die fijne Romeinen. Dat is Babylon. Is dat. En in 1611 hebben wij die Bijbel weer teruggekregen. Dankzij een politieke actie van... Wil King James niet de hemel in prijzen? Koning Jacobus. Maar die Bijbel is zeer schoon. In de Goegemeente is er maar één fout in de King James. En het is nog maar discutabel of dat een fout is. Maar er zijn mensen die beweren dat het bij het zoveelste gebod... Je hebt de 10 van geboden van Mozes. Hè? 10. Daar noem je zoveel. Maar een van die geboden is, dat staat dan in het Engels, thou shalt not kill. Ja, en er zijn mensen die kennen Hebreeuws en die hebben dan Scriptus Receptus, dat heet anders. Maar het maakt niet uit, die hebben die originele Hebreeuwse teksten. En daar staat toch, ja, thou shalt not murder. Het is een groot verschil, hè? Want doden is het doden van een levend iets. Een dier kan je doden, een mens kan je doden. Maar moord is hetzelfde, alleen de... Het slachtoffer in kwestie is onschuldig op alle fronten. En dan kom je op de kwestie van de doodstraf. Want volgens, zoals het gebod van Mozes, volgens de King James, mag de doodstraf niet. Er zit wel wat in, hoor. Maar in het Hebreeuws stond dat er niet. Je zou kunnen zeggen dat hier de hand is gelicht door die vertalers daar in Engeland. In die periode van 1603 tot en met 1611. Of zo. 7 jaar, 8 jaar. Heel veel teams hebben eraan gewerkt. Er zijn tientallen mensen geweest, hoor. Die dat hele handeltje hebben overgezet in Engels. Dat is onze Bijbel. Je hebt die Nederlandse, de Statenvertaling. Die is ook gekwalificeerd, in mijn ogen.
door de staat der Nederlanden of zo. Wat dan over? 1600 hubbeltje pub. Vlak na de King James. Wat hier in Nederland werd gezegd, ja, daar willen we er ook heen. Die Engelsen dat kunnen. Dus hier in Nederland is er toen geld op tafel gelegd. En hebben ze hetzelfde gedaan. Of wij hebben hetzelfde gedaan. Bij Nederland. We hebben de Statenvertaling. Nou, dan heb je nog de... Heel recent is hetzelfde gedaan, maar dan naar Duits. Het heet de Schlachterbibel. En een slachter op zijn Duits is hetzelfde als een slachter op zijn Nederlands. Die komt uit 2000. De Schlachter 2000. Dat denk ik van een goede Bijbel. Tegenwoordig kan iedereen Engels. Dus. Ja, maar het Engels van de King James, dat vind ik een beetje ouderwets. Ja, het is 1611. Ja, maar kan dat nog niet omgezet worden in hedendaags Engels? Nou, dat gebeurt op grote schaal. Soms ieder jaar komt er een nieuwe vertaling uit, hoor. Nog meer verbeterd, moderner Engels. De KJV, dat is de King James version. King James van 1611. En dan heb je de New KJV, de nieuwe. Dan heb je toch de International version. En dan heb je de New International version. En gaan we door. Ja, dat oude gebeuren, er is niks mis mee. Beter verander je er niks aan. Dan laat je het gewoon vertaald zijn zoals het vertaald is. En de King James kun je zeggen dat is ouderwets Engels. Ja. Ja, maar thou, dat betekent you. Maar thou klinkt er ook wel prima. Thou shall not kill. En die artikel 31, mensen, dat is een hele goede exercitie. Het is jammer dat het zo tanend is. Ik ben ook toen ik heb samengewerkt met een jongen. Dat was in eind jaren 80 of zo. Voor een vleesfabriek. In de automatisering. En ik deed de boekhoudkant. En hij deed de hardwarekant. Er moest een connectie gemaakt worden met een netwerk. En we werkten met Macintoshes en RS-232 interface. Het ging erom dat die hompen vlees dan geteld werden en gewogen werden. En dat er een sticker uitkwam met een nummer van het lot. Dus een lot. Dit is vleesnummer 153078. En die weegt zoveel kilo. Een hele aardige vent. Een hele lange man. En die kwam uit Schoonhoven. Dan waren we er lekker aan de pielen. En hij kon er wat van. Hoor. Ik stond er van te kijken. Toen lukte iets niet. En hij zei, oh nee, maar dat maakt niet uit. Ik zie wat het is. Dat moet eventjes, dan moet dat bit moet omhoog. Want hij moest ergens 232 aansturen. Nee, wacht even. Hij prutsen. Ook met zijn toetsenbord en een beeldscherm.
En dan vroeg ik aan die fans van, heb je gisteravond ook, weet ik veel, dinges gekeken? Hij zei, nee. Zo, oh, niet geinig of zo? Of, vind je er niks aan? Nee, zei hij. Ik kijk, of wij kijken, maar ik kijk geen tv. Waarom zou ik? Wat kan ik nou zien op tv wat ik niet kan zien in het dagelijks leven? Dat is een beetje... Nee. Ik kijk geen tv. Oh. En op dat moment dacht ik van ja... jeetje man, dan kom je in een sociaal isolement. Dat dacht ik op dat moment. Nou ja, zo zie je maar. Ik kan ook zo mijn domme gedachten hebben. Ja, ik keek in die dagen elke avond tv. Stip. Even wachten tot die kinderprogramma's voorbij zijn. En dan begint het 8-uur-journaal voor de volwassen mensen. En dan, okay. En een andere man met een bril. De weersomstandigheden op Schiphol waren vandaag erg slecht. Maar daarover later meer. Maar hier zijn alvast de beelden. Nou, die man, ik kijk geen tv. Ik heb even een beetje te hannen zo, met mijn check. Oh nee, ik heb hier nog wat, ik heb geen vloer. Nou, die man, die kijk geen tv. En ik, momenteel? Dat is ook niet meer. Sterker nog, het irriteert mij in hoge mate. Als mensen de tv aan hebben. Er is zo'n tentje hier in Arnhem. Samsam heb je tent. Zo'n snackman. Die staan open tot 4 uur 's nachts. Ja, dan ga ik wel eens langs op weg naar huis. Dan heb ik calamaris mee. Vraagt die man altijd heel blij van de, zo zijn wij, kunnen hij hoeft niet. En dan kijkt hij een beetje van kut. Dat is als je de calamaris hebt. Dan vraag je even om saus erbij. Kost je 50 euro of zo. En Samsam die heeft hem ook, meneer Samsam, ja, zo'n flatscreen apparaat. Dan kan je kijken naar het lachende hoofd van Eva Jinek. Dan zat ik daar te wachten op mijn calamaris en ik kijk naar die Eva Jinek en wat ze zegt. Ik denk, man, zo. Je hebt toch zo'n site, hè, met de uitzending gemist? Ik ga jou even iets betaald zetten, mevrouwtje. Mevrouwtje Evaatje Jintje Nekje. Dit mag je toch niet zeggen? Vieze vuile leugenaar. Beetje grappen maken terwijl de daklozen op straat slapen. Niet helemaal... Not to my liking, zo zouden de Fransen zeggen. Ik word ook net gek van die tv. Ja, inmiddels dan, ik wel. Maar die jongen uit Schoonhoven, dat was een gereformeerde jongen. Ik weet niet precies of die artikel 31 was hoor, maar wel in die hoek. Ja, wij kijken geen tv. Dat doen wij niet aan. Het is ook een pure tijdverspilling. Ik vind het leuk om te luisteren naar Jörg Bisman en Michael, Victor, Britt, Tom Fresh. Dan krijg je nog een beetje geschiedenisles en bijbelles. Dus bijbelles en geschiedenisles. Dan heb je dat allebei. Hè? Country en Western. Nou, dat vind ik nog wel leuk. Potje schaak. Of kijken naar schaakpartijen die besproken worden.
Ja, dat vind ik. Wat ik ook nog wel leuk vind, er zijn oude films, gratis, wat je op internet gratis kan zien. Hè. Daar zitten ook leuke tussen. Hoor. Dat zal die artikel 31 jongen waarmee ik samenwerkte voor die vleesfabriek. Ik denk niet dat hij niet gaat kijken. Maar jij bent misschien niet zo, die film Repo Man. Lachen, jongen. Je moet je 2-3 keer kijken. Erg leuk. Daar zit een boodschap in. Een hele merkwaardige boodschap. Wij nemen filmen als Liquid Sky. Die kan je ook gratis zien. Vloeibare lucht, vloeibare hemel. Liquid Sky. Oh, wat een saai film. Dat was toen een klassieker. Een klassieker van classic. Nou, die moest je gezien hebben. Zo'n B-film heet dat dan. En ik heb hem toen gezien, samen met mijn vriend. En nog wat andere jongens. Ik was er toen erg van onder de indruk. Want de grap is, daar zat de Fairlight computer zat erin. Synthesizer, Fairlight. Dat is frequentiemodulatie of zo. Want de synthesizers tot die tijden, ja, die konden dan, dus iets als een Korg, ik ken nog een Korg MS-10 meegewerkt, of MS-20. Daar kun je ook van die hele leuke dingen mee doen, maar je kan niet wat een fluit doet, hè. Die lucht erin. En Fairlight, dat was het bedrijf wat als eerste was met het commercieel op de markt brengen van een synthesizer die dat wel kon. Ik zat van de helft van de tijd alleen maar te luisteren naar die Fairlight. Jeetje, Martela. Die waren onbetaalbaar, hoor. Dus, no way. Maar tegenwoordig is het geen probleem meer, hè? Ik heb het zo van. Maar Liquid Sky is voor de rest, als ik daar nu naar kijk, en ik heb nog gekeken via mijn laptop, en dan is die audio, is het, ja, niet je dat. En dan kijk je naar de ensenering, naar het script, naar de regie, naar de, ja, als ik een regisseur was geweest van Liquid Sky, dan had ik gezegd van oké, punt 1, ik wil meer pagina's script, en punt 2, die acteurs, even, wat, kom. We zitten niet te wachten op de begrafenis van de dode duif van de buren. Al die nadenkende momenten. Bah, bah, bah. Doe maar aanstekeningen. Dus wat mij betreft mag je wel naar beeld kijken. Vind ik niet erg. Als je maar niet naar Liquid Sky gaat kijken. Ah, alhoewel, je kan, het staat op YouTube. Dus je kan vooruit dingen zo van dat. Oké, dat is ook gehad. Dat is ook weer gehad. Dat is, het verhaal ook van Liquid Sky, van er zijn aliens en die komen naar deze aarde en die voeden zich met de stof die vrijkomt in onze hersenen als wij een seksueel orgasme hebben. Ah, nee, maar dat is eng. Repo Man, daarentegen, die is cool. Het idee, hè? Jij, dus een mens, die leent geld om een auto te kopen.
In dit geval gaat het alleen om auto's. Die lening die moet afbetaald worden. Nou, en als je dan een maandelijkse afbetaling, een monthly down payment, als je die niet nakomt, ja, dan komt er iemand even praten. En als je daar niet op reageert, dan wordt de repo man ingeschakeld. En de repo man hoeft maar één ding te doen. En dat is die auto stelen. Dus afnemen. Repossession is het, hè? To possess is bezitter en repossess is herbezitter. De herbezitting of zo. Dus dat die financiële instantie dan zegt tegen een bedrijf. Nou, oké, die heeft een Cadillac huppeltje pup staan. Staat op de Rozenlaan vlakbij het kruispunt. Nou, en dan gaat die repo, het repo team gaat dan aan de slag. En dan pikken ze die auto. En die mensen helemaal over de zeik. Ja, ze hebben geld geleend om een auto te kopen. Nou, dat moet je wel afbetalen. Lijkt mij. En het einde, dit is zo leuk, want dit hebben ze uitgewerkt in meerdere, hoe zeg, mise-en-scènes. En dan wordt er weer een rode auto gereprocessed en dan een witte auto en een blauwe auto en dan gaan we door. Iets met meisjes erbij. Oh, hartstikke grappig. En dan het einde, dat zal ik niet verklappen. Dat is heel grappig. Het zijn die mise-en-scènes die ontzettend leuk zijn. En het is zo, als jij wat leent, dan moet je dat geld terugbetalen. Wat is dat nou? En anders pikken we in wat je hebt. We stelen het gewoon. You miss a down payment, you're lost your car. En vooral die ene, dat is echt heel leuk. Echt voor jullie artikel 31 mensen, ja, kom op, have a laugh, man. Ja, dan de hoofdpersoon, die tuimelt er per ongeluk in. En die moet er wel mee doorgaan. Hij vindt het eigenlijk maar een heel erg gevaarlijk beroep. Ja, het loopt allemaal goed af. Heel belachelijk. Ja, je kan het je niet, je voelt het einde niet aankomen. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, dat komt heel onverwacht. Ja, je ziet dat het zoveel minuten geduurd heeft dat het einde moet gaan komen. Maar hoe het afloopt, hey, dat ga ik me ook niet vertellen. Want anders denk je van, ja, als het zo afloopt, dan vind ik dat veel te eng. En, dat lijkt me horror. Nee, dit is helemaal niet horror. Dit is humoristisch. Dat loopt heel humoristisch aan. Ja, als je dat gelijk al gaat vertellen. Ja, je weet het dat toch. Repo man. Repo man. Watch online free. Hupsakee, klik. Het is wel zo, dan doe je op de play drukken. Dan schiet er gelijk een nieuw window open. Een nieuw venster. Met reclame. Dan moet je dan wegdoen. Dan denk je volk. En dan klik je nog een keer. Dan gooi je weer zo'n venster open. Dan denk je, wat een hoop reclame zich. Doe je weer sluiten. En dan klik je op play. En dan gaat er wat gebeuren. Nou, dan moet je nog een keer op play drukken. En dan gaat hij lopen. Zo. En die reclames moet je even wegklikken. Zo. Ik heb hier zo'n boekje in huis. Dat heet De Pest. Van Albert Camus. Dat ding heeft op de, dat is een paperback. En op de achterkant, daar staat reclame voor scheerzeep of zo.
scheerlotion. Ja, laat die reclamemakers maar mee betalen. Ja, waarom niet? En dat gebeurt nog steeds. Ja, waarom niet? Iedereen doet het toch. Ik bedoel, spullen kopen. Kijk, als die mensen geen spullen kopen, dan gaan ze sparen. Ja, of ze werken niet natuurlijk, maar dan heeft die reclame ook geen zin. Hè? Maar die mensen gaan dan spullen kopen. Of ze gaan sparen. Als ze gaan sparen, dat geld zijn ze ook kwijt. Als ze gaan spullen kopen, ja, wat heb je aan die rotzooi? Hey, laten we even eerlijk blijven. Even op het level van artikel 31. Hè? Waarom niet een avondje met je fijne roodharige vriendin lekker op de bank en we gaan Repo Man kijken? Een bak chips erbij of zo. Een fles cola. Of als je dat liever hebt, popcorn en cola. Of als je dat liever hebt, een zakje paddenstoelen. Man, hoe zou dat smaken? Van dat Michelinium spul. En dan naar Repo Man kijken. Wil je drie keer zien? De hele scènes heb ik teruggehaald. Wat? Vooral die auto die wordt ingenomen van een oudere dame. En dat is een neger. Een negerdame, een negroïde dame. Maar die heeft ook heel veel... Oh, wat een drama was dat, zeg. Er wordt heel leuk in geacteerd, dat wil ik maar zeggen. Goede ensenering. Het script loopt lekker door. Ja, je moet niet verwachten dat daar de Heilige Schrift staat. Daar gaat het niet om. Maar op een bepaalde manier. Je moet er maar gaan kijken, anders als je die film dan... Ik heb het uitgelegd, hè. Dus je krijgt een lening. Daarmee kan jij een waar aanschaffen. En een auto is veel waard. En je betaalt die lening niet af. Dan wordt die auto teruggenomen. En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Best een christelijke film hoor. Geen blote titel voor zover ik me kan herinneren. No funny stuff. En daar speelt die man in. Die acteur. En die heeft zo'n heel herkenbaar gezicht. Hè? En die speelde ook in... wat was het ook alweer? Met Nicolas Cage. En... Daar zit hij ook in. Dat is een geweldige film. Vol met leugens. Wel mooi. Hoor. Nicolas Cage is toch, die heeft wel gespeeld in leuke films. Hoor. Maar daar mag je toch naar kijken. Ook al ben je artikel 31. Wat is dat nou? Oh ja, en The Rapture. Daar speelt Nicolas Cage ook in. Best een leuke rol. Er is geen rapture. Het is wel zo dat als
als wij weggaan naar Babylon, als wij Babylon in de steek laten, dan stort Babylon in elkaar. En dat is de rapture, dat is wat ik erachter zie. De rapture. En als wij Babylon in de steek laten, ja, dan belanden wij in het koninkrijk der hemelen. Dus nou ja, en je lichaam wandelt gewoon door, hoor. Door Christus Jezus sprak bij leven over het koninkrijk der hemelen. Maar hij wist waar dat woonde. Het koninkrijk der hemelen is als een man met een hele hoop wijngaarden, nog iets met wijn. Met druiven plukken. Dan pak je, ja, jij bent een artikel 31 kenner. Jou hoef ik dit niet uit te leggen. Jij kent het. Als wij Babylon verlaten, dan stort Babylon in elkaar. Laat even een pauze vallen. Ik weet niet wanneer het komt, hoor. Voorlopig zijn de vooruitzichten mager. Voorlopig draait het nog wel door. En doen de meeste mensen mee met Babylon. En ook de gedoe met klimaatverandering. Wat moeten wij dan nou weer mee? Ja, wees eerlijk. Het klimaat gaat veranderen. Oh, interessant. En is het al veranderd? Nee, maar het gaat veranderen. Oh, dat is mooi. Dat is Babylon. Babylon. Babylon aan het woord. Klimaatverandering is geen probleem, zegt het voort. Of wij zitten hier toch geramd, man, in Nederland. Al gaat die zeespiegel dan met een meter stijgen. Ik zou niet weten waar je het water vandaan moet halen. Dus moet je toch even gaan rekenen hoeveel kubieke meter water je nodig hebt, hè? Ja, dat komt van de Polen. Ja, op Antarctica is het momenteel aan het groeien, hè? Het land ijs. Bitter koud. We hebben hier een hele warme zomer gehad. Ja, inderdaad. En een slap januswinter. Ja, okay. Maar toen ik hier kwam wonen, dat was 8 jaar geleden, toen was die winter echt bitter koud. Man. Het hele kerkplein, dat lag bedekt met ijs. Levensgevaarlijk. En toen ik geboren werd, in augustus 1959, was het heet, jongen. Zo. Ja, wat is dan de klimaatverandering? En waar ben jij bang voor? Waar je bang voor moet zijn, is dat als jij Babylon niet verlaten hebt, en er zijn er genoeg die Babylon verlaten hebben, dat God zegt, okay, er zijn er genoeg die Babylon verlaten hebben, en nu kom ik even aan het woord. Want ik had wat beloofd, weet je nog? Romeinen 12, vers 19. Vengeance mine. Vengeance? Question mark? Mine. Exclamation mark. Vengeance? Mine. Dan de NBG zo. Dat is ook wel mooi. Die klopt ook wel.
punt is dat logisch gesproken, even tegen jullie artikel 31 mensen. Logisch gesproken heeft Christus, met name Christus, gelijk. En Boeddha met zijn Dhammapada. Maar mijn punt is dat Tom, kijk, de vier evangeliën die zijn gedateerd op tientallen jaren na het heengaan van Christus. Maar dat was het moment van publicatie, zou ik zeggen. Zoiets. Hè? Maar vrij snel. In die dagen had je geen Facebook. Hè? Oh, Christus, oh, ik kan het gaan zien. Oh, iedereen moet weten. Oh. En trouwens, wil je het zo zorgvuldig opschrijven zoals het opgeschreven is, ja, daar ben je wel even mee bezig. Nou, kijk naar Boeddha. Die leefde 300 jaar voor onze jaartelling. En daarvan is pas een geschreven woord verzameld. Na 300 jaar. En Boeddha is de Dhammapada is het verhaal van één mens. De Bijbel is het verhaal van tientallen mensen. Ga maar even tellen. Als eerst heb je Mozes en ja, die. In het boek Hosea, wie heeft dat geschreven? Tientallen, zo niet honderden mensen hebben jota's toegevoegd totdat de grote puzzel klaar was. Dus besef heel goed als artikel 31 gelovige. Dus iemand die neemt de Bijbel als uitgangspunt en meer niet. Hè? En je gaat op Bijbelles natuurlijk om te snappen wat er in die bibliotheek staat. Een soort rondleiding. En meer niet. Jullie zitten op dat goede pad. Logisch gesproken. Ik heb bij de katholieken, of all people, daar heb ik logica les gekregen. En metafysica. En taalfilosofie. Ja, ik heb ook nog andere vakken gehad. Laat me zitten. Geschiedenis vond ik wel leuk. Geschiedenis van de filosofie. Dat is een goede leraar. Was dat. Aardige vent. Die gaf mij een 4. Dus ik afspraak gemaakt en tegen hem gezegd van ja, als je mij een 4 geeft en we lossen dit niet op, dan is het na mijn propeduizen stop. Dan is het afgelopen. Dus ik eis een ja, zeg maar wat ik moet doen. Ik ben alles bereid. Zeg maar, het enige wat ik wil is een 6. Daar neem ik genoegen mee. 2 punten omhoog krikken. Hoe gaan we dat doen? En hij zo van, oh ja, 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 ja. Nou, zei hij, schrijf maar een samenvatting van het voorwoord van de tweede editie van de kritiek der reinen vernoemd. Dat is geschiedenis, dat is een moderne geschiedenis. Ik zei, oh, dat is, nee, dat vind ik prima. Ja, is goed. Ja. See you later, alligator. Toen heb ik die samenvatting geschreven. Dat kostte mij 3-4 dagen hoor. In uren. Hè? Als je geen tv kijkt, dan heb je die tijd er wel voor over. Staat er aan. Vanuit het Duitse.
En dan samenvatten. Wel van, ja, nee, dat moet een vertaling zijn of zo. Ja. Een overzetting. Zet het maar om in het Nederlands. Of leg het uit. Nou, heb ik gedaan. En ik kreeg mijn 6. Na 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 na. Lekker deur huppelen naar de volgende ronde. Ik heb inmiddels zoveel geleerd over taal en metafysica en logica. Dat ik weet dat dat wat in de Bijbel staat. En dat is meer... volksmetafysica heet dat. Ja, je kan de Bijbel gelijk aannemen. En dan ga je Kant lezen. Immanuel Kant. En begrijpen, dan is het niet eens makkelijk. En Arthur Schopenhauer ga je lezen. Die is een stuk eenvoudiger, maar ook niet makkelijk. Om het even voor jullie artikel 31 jongens uit te leggen. Het gaat erom, wat is er? Nou, een Kant komt met er is één. Nou, dat staat in Genesis 1 vers 1. En het is het eerste gebod. Ik ben de Heere uw God. En bla 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 bla. Nou, dat klopt dus. Kant zei dat het klopt. Dat klopt ook. Het klopt wat Kant zegt. Dat klopt logisch. Dat is een kwestie van begrijpen wat hij zegt. Niet eenvoudig gezegd. Maar als je het begrijpt, denk je, oké, heb je gelijk. Dan kan je gelijk in je Bijbel een kruisje zetten. Bij Exodus 20. Hè. Dat heb ik goed gekeurd. Door de logische mens. Ja, natuurlijk. Er is maar één God. Hij is degene die je moet vrezen. Ja, goed. Goed gebotten. Logisch uitgelegd. Als je God niet vreest, dan krijg je angst voor je buurman. Dan ga je bang zijn voor je buurman. Nee, maar dat moeten we hebben. Nee, maar dat is even lekker gezellig. Ga je nog PVV stemmen ook? En terug naar die klimaatverandering. Als hier de zeespiegel dan gaat met 1 meter stijgen. Wat mij compleet ondenkbaar lijkt. Tussen nu en 3 maanden. Maar ja, je kan altijd blijven hopen. Maar wat dan nog? Is er niks aan de hand? Er zitten hier maar bergjes vol met Turken. En Marokkanen. Nou, die wonen allemaal in dat gebergte gebied. Gaan we daar toch lekker naartoe. Ja, wij zijn watersnoodvluchtelingen vanwege de zeespiegel is gestegen met een meter. En we moeten ergens naartoe. Dan gaan we toch lekker naar Turkije, man. Dus, ja. Ik ben in Turkije 2 keer geweest. Die lui die zorgen niet voor dat land. Dus, ik snap het echt niet, man. Het asfalt is helemaal kapot. Oude auto's op straat. Gebroken glas. Er ligt gebroken glas tussen het grind. En de zon die straalt daar, jongen. Zo. Je praat daarover. Ik ben er geweest nog in... Was het hier al herfst? Het was herfst. En daar 600 watt per vierkante meter aan de zonne-energie. Ha 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 ha. Ja.
Even voor jullie artikel 31 mensen. Maar nee, ik moet gaan afsluiten. Het wordt echt anders te lang, hè? En dan doe ik er nog één voor jullie. En die noem ik bijbelgelovende christenen. Want dat ben je. En als je het niet bent, dan moet je het willen worden. En als je het niet wil worden, dan ben je een zak moleculen die hopelijk van de apen afstamt.